In deze aflevering van Quality Bookings TV gaan we het hebben over hoe traumatische ervaringen in je leven naar een hoger en mooier plan kunnen brengen, met Ferry Sandvliet. Hoi. Ferry, welkom bij Quality Bookings TV. Ja, leuk. Eigenlijk een vraag die ik nooit stel in een interview, maar bij jou vind ik hem terecht. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Ja. Ik krijg hem vaak hoor, maar nee, het gaat serieus echt heel goed. Ik voel me nu beter dan dat ik me... Nou, eigenlijk ooit gevoeld, hè? Maar je bedoelt natuurlijk naar aanleiding van wat er ooit 2 jaar geleden gebeurd is. Nou ja, precies. Kijk, we weten natuurlijk allemaal dat je... Want is het 2 jaar geleden inmiddels? Ja, bijna 2,5 jaar weer. Ja, 2,5 jaar geleden ja. Dat je natuurlijk de aanslag in Bataclan hebt overleefd. Ten nauwe dood. Dus inderdaad de vraag, hoe gaat het nu met je? En hoe heet dat? Waar ben je op dit moment heel erg druk mee bezig? Nou, het gaat heel goed. Ik heb aardig wat, dat weet je ook, wat PTSS-klachten gehad de afgelopen 2 jaar. En afgelopen zomer was dat echt op zijn, nou ja, heb ik mijn diepste dal ooit gehad. Voor de mensen die niet weten, het is trauma. Posttraumatisch stresssyndroom. Ja. Dat is een hele heftige prikkel op een traumatische ervaring. Paniekaanvallen, nachtmerries, slechte concentratie, weinig slaap. Is dat iets wat direct begon na wat je had meegemaakt? Of kwam dat eigenlijk pas in wat later verderop? Ik dacht dat ik het al had gelijk. Want ik had al gelijk een beetje moeite met slapen en concentreren. Maar na 1,5 jaar, toen dacht ik nee, dat eerste jaar, dat was geen PTSS. Dit is het echt. Toen kwam ik in zo'n diep dal terecht. Dat ik gewoon, ik was al niks meer in staat. Het lijkt een beetje op een burn-out. Ja. Je ligt alleen maar te slapen. Na 10 uur slapen word je gebroken wakker. 0 concentratie, dat was vooral vond ik vooral heel lastig. Omdat ik fysiotherapeut ben. Ja. Dat iemand je verhaal vertelt en dat je na 2 minuten al helemaal kwijt bent waar het over gaat. Maar nu sinds 1 maand of 4 voel ik me echt beter dan ik me ooit heb gevoeld. En ik ben er altijd op voorbereid tot er wel weer een dalletje komt. Maar ik heb nu ook weer geleerd, met ook mijn tegenslagen, het komt allemaal weer goed ook daarna. Dus ik ben er niet meer zo bang voor. Ja, want hoe zag jouw leven eruit voordat je je trip maakte naar Parijs? Ook best wel heftig intens was het op dat moment. Ik stond op het punt om een fysiotherapiepraktijk over te nemen. Ik was best wel serieus met een meisje aan het daten, wat niet zo vaak voorkomt, dat serieuze daten. Oh, precies. Het daten wel, maar niet dat het serieus was. Nou, dat ook weer niet. Dat is niet zo goed voor mijn beeldvorming. Nee, precies. Maar, nee, maar ik had een druk leven en ik was echt toe aan een weekendje weg. Ja. Even met mijn vrienden, lekker bier drinken en even naar... Zou je zo'n stabiele jongen genoemd hebben in die tijd? Nou, ik was wel een beetje overwerkt. Okay. Ik ben aan het schrijven al sinds een tijtje en toevallig heb ik dat stukje laatst uitgewerkt. En dan heb je het echt over als fysiotherapeut? Nou, gewoon als mens. Ik was zoveel aan het doen. Ik werkte nog in de horeca, ik had dat meisje, ik ging die praktijk overnemen. Dus het was wel heel veel. Veel ballend hoog houden. Ja, zo omschreef ik het ook. Ik was echt allemaal dingen aan het jongleren. Mm-hmm. Dus dat weekendje kwam al goed uit. Nou, uiteindelijk heeft het me natuurlijk niet zo heel veel energie opgeleverd. Nee. Ja, dat is natuurlijk een avond geweest die gewoon heel mijn leven compleet heeft veranderd. Ja, daar die vrijdag de 13e... Zeg ik altijd, begon mijn leven na Parijs. Want het is gewoon een ander leven. Ja, want kan je even, heel even kort daar iets over vertellen, over die avond, hoe je dat beleefd hebt? Je hoeft niet uiteraard het hele verhaal, want veel mensen zullen je waarschijnlijk ook al een keer op tv hebben gezien. Maar kan je kort daar wat over vertellen, hoe dat was en hoe het je leven heeft veranderd? Ja, het is ook een avondje, waardoor iedereen zal het wel herkennen. Je gaat met je vrienden een concertje pakken, een biertje drinken. En ineens kom je in een oorlogsgebied terecht. He, want dat was het dan. We zagen gewoon 2 minuten nadat we een biertje aan het doen waren ineens mensen om ons heen doodgaan. Tja. En we dachten zelf ook dat we dood gingen. Ja, weet je, we hebben over, dat heb je wel eens gehoord, over de dode mensen naar de uitgang moeten kruipen om voor de kogels te vluchten. Ja, we hebben beelden natuurlijk ook op tv daarvan gezien. Dat die hele sfeer natuurlijk omsloeg in die club. En mensen inderdaad allemaal op elkaar doken om maar de kogels te ontwijken. Extreem bizar scenario natuurlijk. Daar vertel ik ook vaak ook als bijvoorbeeld voor politie en dergelijke spreek. Dat je reptiele brein gaat dan aan. En jij zal nooit weten wat dat is. Omdat hopelijk zul jij nooit in een situatie komen waarbij dat brein nodig is. Maar dan word je een soort reptiel. Dus je gaat echt op alleen maar overleven voor jezelf ook. Niemand helpen, geen moment aan mijn vrienden gedacht. Je bent alleen maar heel scherp aan het focussen van oké, wat moet ik nu doen? Ja, gek is dat, dat heb ik je ook vaker over verteld. Dat je zo ook echt alleen maar bezig bent met het beschermen van jezelf. Ja, en eigenlijk pas na een paar uur erachter kwam, oh ja, hoe is het eigenlijk met mijn vrienden? Maar ook andere mensen die je gewoon opzij trapt, waar je overheen loopt om jezelf te redden. Weet je, je kan je daar schuldig om voelen, maar ik heb 1000 mensen dat zien doen die avond. Ja. Het is echt overlevingsmechanisme gaat in werking. Ja, niemand gaat de held uithangen. Zo zijn we gewoon niet geprogrammeerd. Dat is zo'n oeroud instinct. En het is maar goed dat we dat hebben. Ja, hetzelfde dat je gaat staan in zo'n kogelregen en je gaat mensen helpen. Ja, dan ben je natuurlijk zelf een schietschijf. Ja, en dan
ben je ontsnapt. En dan heb je natuurlijk gewoon een vriendin van een vriend van mij omschreven van... Als je denkt dat je doodgaat, dan heb je een soort litteken op je hersenen. En dat geloof ik ook. Totdat die PTSS... Zal dat ook altijd een litteken blijven voelen, denk je? Ik zeg altijd, hij is nu dicht. Maar het zit er altijd. Ik kan er nu mee leven en ik kan er goed mee leven. Maar het zal wel altijd iets zijn wat weer... Dat hoor je bij posttraumatische stress. Het kan altijd weer door iets getriggerd worden. Want wanneer kwam het punt dat jij het gevoel had... Ik moet iets met mijn verhaal gaan doen. Ik moet dat gaan delen. Want volgens mij zijn je andere vrienden daar op een hele andere manier mee omgegaan. Ja, ik heb gewoon, als ik nu terugkijk... al heel bewust ja gezegd tegen bepaalde dingen... waarbij ik was op dat moment helemaal niet zo bewust van. Maar slachtofferhulp die benaderde me een keer van... kan je bij ons in het panel zitten? Ze hadden een soort congres voor alle case managers van slachtofferhulp. En mogen we jou dan interviewen? En dan willen we graag van je ervaring leren. Toen dacht ik, dat was al 2 maanden na de aanslag. Ja. Dacht ik, daar help ik hun al mee. Precies. En toen werd ik door de politie uitgenodigd van... kan je mijn verhaal een keer komen vertellen? Ze hadden helemaal geen boodschap in nog. Jij hebt hem ook een keer gehoord toen, hè? De rauwe versie, ja. Die echt flink binnenkwam. Heftig, ja. Dan moesten mensen ook echt verwerken. Maar toen kreeg ik wel terug van, je kan goed vertellen. En ze vonden het al best wel inspirerend, ondanks dat ik dacht... voor mij zit dat er helemaal nog niet in. En dan ga ik toch nadenken van, wil ik dit wel? Want het geeft me wel naar de keel, mm-hmm, om dat voor een groep te vertellen, vooral aan het begin. Ja. Dat is bijna bijna ook therapeutisch, dat je je verhaal daar staat te vertellen. Ja, maar voor mij heb jij zelfs toen ik het tegen me gezegd... je moet niet je trauma gaan verwerken op een podium. Precies. Dat heb ik altijd onthouden toen. Is dat nou wat ik aan het doen ben? Maar ik merkte dat ik zelf een beetje begon te veranderen ook die periode. Dat kreeg ik vooral van mijn omgeving terug. Tot ik was vroeger best wel een beetje een zeikertje. Zwaarte had, misschien ook een tikkeltje rechts. En ik had mijn mening snel klaar over anderen. Ook over vluchtelingen. Dacht ik ook, moet dat nou al die mensen hier naartoe? En die gedachten die begonnen allemaal in één keer om te slaan bij mij. Ik begon in één keer veel meer begrip te hebben voor vluchtelingen. Okay. Ik vertelde het ook in mijn lezing van... vooral die periode kwam Bataclan was, toen leefde dat heel erg, die vluchtelingenproblematiek. En dan worden die mensen als een soort gelukszoekers gestempeld... omdat zij een oorlogssituatie ontvluchten. Terwijl ik vind dat wij die avond ook gelukszoekers waren. Ja, maar het is wel gek eigenlijk, want je zou eerlijk denken... dat je na zo'n ervaring alleen maar rechtser gaat worden. Ja, ik merkte dat op mijn omgeving dat werd. En dat ook een beetje op mij ging projecteren. En ik denk, want het was niet bewust, maar dat is een beetje mijn eigen conclusie. Tot ik een soort tegenreactie begon te ontwikkelen. Ik zag mijn omgeving zo rechts worden. En ook die zanger van de Icons of Death Metal... die begon ook in de media heel erg op moslims af te geven. En die ging zelfs zo ver om te zeggen dat de beveiligers van de Bataclan... omdat die een tintje hadden, die zullen er wel iets mee te maken gehad hebben. Ik denk dat al die dingen bij elkaar bij mij zoiets triggerden van... zo wil ik helemaal niet zijn. En toen merkte ik dus dat, doordat ik positiever werd... dat mijn omgeving ook begon te veranderen. Ik ga nu alleen nog maar met mensen om die ook hartstikke positief in het leven staan. Die niet boos zijn op andere mensen. Ik was vroeger die altijd ook alles buiten zichzelf neerlegde. Altijd aan mijn baas of aan mijn vriendin aan mijn vrienden... als er iets niet goed ging in mijn leven. Mm-hmm. Maar nu kijk ik veel meer naar mezelf. En ik merk ook dat ik ook dat soort mensen aantrek nu. Ja, want wat is denk jij volgens jou de grootste verandering in je leven sinds die dag? Dat ik minder boos ben. En doordat ik dat is ook een punt waar ik het meest over praat in mijn lezing. Dat loslaten van die boosheid, dat heeft een soort domino-effect. Dat heeft zoveel dingen getriggerd. Ik moet mezelf nog steeds wel eens knijpen wat er daarna allemaal op mijn pad is gekomen. Die boosheid is echt de keyword. Dat is ook wat ik aan het einde mee wil geven aan de mensen in de zaal. Want iedereen herkent zich daar vaak wel in. Ook dat je veel te makkelijk je mening over andere mensen klaar hebt. En dan niet alleen per se vluchtelingen. Maar ook gewoon mensen in je omgeving die bepaalde keuzes maken. En daar heb ik ook mee te maken nu. Mensen die vinden er natuurlijk ook wat van dat ik dit nu aan het doen ben. Ja, god, het zal wel om de aandacht zijn of om het geld. Ja, dat is nooit mijn drijfveer geweest. Nee, want geef daar eens antwoord op. Wat is je drijfveer? Waarom? Want je wordt nu best wel regelmatig ingehuurd door het bedrijfsleven. Vaak ook instanties als de brandweer, de politie, maar ook bedrijfsleven. Wat denk je dat hun zo aanspreekt in jouw verhaal? Ja, het is natuurlijk omgaan met tegenslagen. En goed, ik zeg altijd, ik win het altijd met een aanslag, hè, qua heftigheid. Maar daar gaat het helemaal niet om. Ik bedoel, jij ook, we hebben allemaal tegenslagen in ons leven. Maar hoe pak je dan door? Ga je, zoals ik vroeger deed, als een soort terrorist... alles op je omgeving projecteren of pak jezelf terug de regie? En denk je, wat me nu is overkomen, is eigenlijk helemaal niet zo erg.
Nee. Ik bedoel, met die dat het zeg maar, qua drama en tegenslag het meest hooghaalbare is. Ja, en dat komt ook weer goed. Ik heb mensen ontmoet nu die hun kind zijn verloren bij die avond in Bataclan. En zelfs die hebben hun leven weer opgepakt. Ja, bizar. Dus dan denk je soms, weet je... Is dat ook de kernboodschap? Het komt vanzelf weer goed? Nou, alles komt goed. Ik geloof niet tot er... Weet je, je hebt altijd keuzes in het leven. Ik had die avond... Hè, dat weet je ook, 20 minuten nadat ik ontsnapt ben daar... werd ik al liefdevol opgevangen door een Frans gezin. Dus dat weegt voor mij zoveel zwaarder dan wat ik in die Bataclan heb gezien. En je hebt altijd de keuze van blijf ik focussen op die ellende die ik daar binnen heb gezien. Ja. Of al dat mooie. Ik zeg, mijn verhaal uit Nederland op zijn mooist. Want niet alleen die vrouw in Parijs, maar ook nadat we bij Umberto Tan waren geweest... werden we overladen met berichtjes van mensen die ik niet kende. Die de behoefte voelden om me iets lief te sturen. Maar ook die ons vakanties gingen aanbieden. Weet je, hebben we allemaal niet aangepakt hoor. Maar nee. Al die steun die we ervaarden, dat weegde voor mij veel zwaarder. En dan heb je altijd de keuze van... Ga je nou echt, blijf je op dat negatieve focussen of op dat positieve? Nou, ik heb dat tweede gedaan, heel onbewust in eerste instantie. Maar ik zag wel dat mijn leven daardoor onwijs aan het verrijken was. En die keuzes heb je dus altijd. Dus dat hoop je natuurlijk ook dat je publiek die daar zit... die hebben natuurlijk ook allemaal wel eens iets meegemaakt. Precies. En dan hoop ik toch dat ze misschien denken... Nou god, jeetje, als hij al zo je sterkje uit is gekomen, dan moet ik het met... Ja, want is dat je einddoel? Hè? Want hoe zou je het liefst zien dat mensen de zaal verlaten? Nou, ik hoop dat ik een zaadje heb geplant en dan echt gerelateerd aan die boosheid. Om daar vooral mee te stoppen. Je focus op het positieve en niet op het negatieve. Nou, gewoon naar jezelf te kijken. Van, mijn omgeving zegt dat ook. Dus ja, ik heb dat ook inderdaad. Van, dat ik af en toe gewoon veel te boos ben of alles buiten mezelf leg. Dat hoop ik. Dat ik dat... Ja, je wil natuurlijk ook weer niet op een plateautje aanreiken, maar dat hoop... Dat hoop ik dat ik bereik. En volgens mij bereik ik dat momenteel wel. Want hoe zien jouw lezingen eruit? Ga je heel erg in ook op het verhaal van de Bataclan? Of is het meer vooral het proces daarna wat je gaat uitlichten? Ik denk dat een kwart gaat, en dat was veel meer, over de aanloop en de aanslag. En 3/4 inmiddels over de nasleep. Ja. Kijk, je ontkomt er niet aan om over die aanslag te vertellen. Ik krijg vaak na de hand ook wel de vraag van... Vind je dat niet moeilijk om iedere keer die heftigheid te vertellen... Maar daardoor krijgt die positieve tijd denk ik ook juist een extra grote lading. Als je ziet van waar ik ben gekomen. Dus ik vind wel dat ik het altijd moet aanstippen. Maar het wordt een steeds kleiner deel van mijn verhaal, ben ik aan het merken. Is het gek om te zeggen dat die Bataclan heeft inmiddels zo'n belangrijke rol in jouw leven gekregen? Had je het willen missen? Is dat een gekke vraag? Nou, ik sloot het eerste jaar mijn lezing af met... ik had het nooit willen missen, maar die vind ik een beetje te heftig achteraf. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die avond wel er willen missen. Nou ja, precies. Ja, want die zijn er niet meer. Maar ik zou de levensverrijkende ervaringen daarna... die zou ik niet willen missen. Maar ik vergeet nooit wat er is gebeurd natuurlijk die avond. En als je terug in de tijd zou gaan en je bent nog voor de Bataclan... tot slot, wat zou je jezelf als advies meegeven? Wees toch niet zo boos, joh. Zeik het. Ja, loop niet zo te zeiken. Wees gewoon blij met wat je hebt... En daar praat ik ook wel eens over. Weet je, het feit dat wij in Nederland zijn geboren allemaal. Daar hebben we niks voor hoeven doen. En dat is al een +1 op 75% van de rest van de wereld... waar je helemaal niet geboren wil worden. In oorlogsgebieden en dergelijke en armoede. We hebben zo'n rijk leven hier. Ja. En dat is ook wel eens goed om je even te beseffen. En je missie, tot slot, dat is echt tot slot. Je missie, Ferry, over 10 jaar. Waar wil je staan? Wat zou je bereikt willen hebben? Ga je echt zo'n positiviteitsguru worden? Of? Ja, dat vraagt me op een gegeven moment ook altijd. Oh, moet je geen coach worden? Ja, ik weet het niet zo goed. Ik wil hiermee door, want ik voel gewoon dat dit echt is wat ik moet doen. Ja. Maar ik probeer het wel nog per... het gaat nu zo hard. En ik zit nu echt in enorm lekker vaarwater. En ik pak alle positieve dingen aan die mijn kant op komen. Maar ik ben nog aan het groeien hierin. Dus ik vind het nog moeilijk om een 10-jaren plan voor me uit te stippelen. Maar ik hoop natuurlijk dat ik de wereld een stukje minder boos heb gemaakt. Mm-hmm. Ja, als ik dat als missie kan omschrijven. Maar ik ben ook nog een boek aan het schrijven waar ik mensen hoop mee te inspireren. Ik ben ook af en toe 1-op-1 met mensen aan het praten die PTSS hebben. Ik hoop daar iets meer mee te gaan doen. Maar ook ik heb gemerkt dat je kan niet 5 ballen in de lucht houden. Nee. Dus mijn focus is eerst even nu hierop. En ja, voorlopig wil ik gaan. Ik vind het mooi, man. Het is mooi hoe je zo'n onwijs bizarre situatie heeft omgeturnd naar zoiets prachtigs. Ja, dat kan iedereen volgens mij. Dankjewel. Ja, bedankt. U allemaal bedankt voor het kijken naar dit interview. Check ook even onze site www.quality-bookings.nl voor nog veel meer inspirerende interviews. Dank u wel.